Welkom weer terug bij een gloednieuwe tutorial van Discord Bot V13, aflevering 2. Vandaag laat ik jullie zien wat een command handler is. Een command handler is eigenlijk, ja, zoals je weet, een Engels woord, command handler, een commando handelaar. Die zorgt dat je commando's, dus commands, heel mooi in een bepaalde mapje staan. En wanneer je geen commands meer wilt, kan je gewoon die mapje weggooien. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Want wij willen gewoon hallo in een mapje zetten. En dat het ook mooi is en dat niet onze hele index.js helemaal vol zit met alleen maar commands. Die sommige nuttig zijn en sommige niet nuttig zijn. Dus laten we alvast in de code duiken. Oké. Ik heb alvast het op Visual Studio Code opgestart. Ja, die heb ik daar. Oké. We moeten een fileserver maken. Of hoe de meeste mensen het zeggen, een FV-server maken. En dat gaan we ook nu doen met een constante. We gaan onder de constante botconfig, gaan we typen. Constant vs is require tussen haakjes en dan fs. Sorry, een beetje mijn spraak kwijt. Sorry, we gaan nu een nieuwe collectie aanmaken om de commands. Ja, voor de commands. We hebben een collectie nodig voor de commands, dus dan doen we onder. Constante client, dan doen we. Wacht, doen we client. Comments is gelijk aan new. En dan hoofdletter C. Collection. Ja, en dan zie je hier van boven dat het automatisch collection wordt. Dat hoort ook zo. Oh, bij mijn voorbereiding staat dat niet. Nou, boeien. Dit moet daarboven staan, automatisch. Doe je in je achter nog even haakjes en dan daarachter nog een punt, komma. We moeten nu gaan zorgen dat de file .js wordt ingeladen. Als je niet weet welke file waar ik het over heb, daar komen we op het einde van de video nog bij. Nou, dan doen we onder client.comments, typen we in... Constante. Even wachten. Dank je. Oké. Dan typen we constante. Comment. File. Files. Sorry. Constante comment files is gelijk aan. Is gelijk aan vs.readDicSync. ReadDicSync. Tussen haakjes. Ja. Dubbele quotes. ./comments. En zakjes. Laten we duidelijk. Maak ik het duidelijk wat comments zijn. Nou, hierachter doen we nog een filter rondzetten. Dus .filter. En dan tussen haakjes, file is met een pijltje, en dan file.end, which, tussen haakjes, dubbele quotes, .js. Want alle bestanden met .js in het mapje comments moeten ingeladen worden. Om het zo even makkelijker te zeggen. Oké. Okay. Ik heb het volgende wat ik ga zeggen, ga ik eigenlijk geen uitleg over geven. Ik weet het niet zo goed en het is ook een beetje gemakkelijk als je even logisch nadenkt. Nou, ik typ het alvast even. Voor, tussen haakjes, constante, file, of comment, files. Ja.
Daarachter doen we nog even ja, een landa-expressie maken. Of hoe heet dat? Ja. Ik ga het niet uitleggen zoals ik dat net zeg. Nou, constante comment is require tussen haakjes van die ja, van die gekke schuimere quotes. Punt slash comments slash dolle teken gekrulde haakjes en in de gekrulde haakjes schrijf je file. Hierachter nog een punt komma. Hieronder schrijven we nog client punt comment. Nee, wacht. Nee, comments punt set, want je moet ze zetten. Tussen haakjes typen we comment punt help punt name. Later leg ik je nog uit wat dit eigenlijk doet. Dan nog komma en dan gewoon normaal ons comment moet nog en een komma. Hieronder gaan we nog ook wat snel doen. Een console log. We gaan een console log weer geven. Wanneer, ja. Wanneer die file is ingeladen. Dus we doen met die alweer met de gekke haakjes. Console.log. Haakjes en dan van die schuim tekentjes. De file. Dolle teken. En dan, ja. Gekrulde haakjes. Comment.help.name. Hierachter. .js is geladen. Hierachter ook weer een punt komma. Want dat staat natuurlijk niet in mijn voorbereidingen. Staat er natuurlijk niet in. Heel handig van je, Dinant. Goed zo. Oké. Waarvoor is dit? Ja. Dan gaan we even verder kijken wat we nog moeten doen. Ah ja. Hier onder de comment. Een val comment. Gaan we. Hier gaan we ervoor zorgen wanneer iemand niet de prefix gebruikt. Dan gaat hij dat doen. Dat gaan we met een if-else doen. Dus we typen in. If, de zaakjes, uitroepteken, message, punt, punt, content, punt, start, switch, en dan de zaakjes, de prefix. En dit betekent als niet het bericht wordt gestart met onze prefix, dan doen we hier achtergrond heel simpel return. Want wij hoeven daar niet in de code te gaan. Oké. Okay. Ja. Ik ga dit ook even typen. Daarna geef ik de uitleg. Constante comment data. Je kan het noemen zoals je wilt. Maar ik noem het comment data. Is gelijk aan client.comments. Heel goed opletten. Nu is het comments.get. En niet set. Dus get. Tussen haakjes, comment.slice, en dan tussen haakjes, de prefix, en dan de length. Achter nog een punt, command. We zorgen met dit dat de prefix eraf wordt gesneden, bijvoorbeeld, ja, en dat er alleen maar hallo overblijft. Dus je doet vraagteken of uitroepteken hallo. Dan gaan we dat splitsen. Dan is die prefix is al niet meer. Dat is alleen maar het hallo. En die gaat dan het activeren. Het command. Als comment data niet bestaat. Gaan we heel simpel een if doen. Met comment data. Comment data. Comment data. Sorry. En dan heel simpel. Heel simpel return. Sorry, ik heb daar net ook al een video opgenomen. Dat is niet zo goed voor mijn handen. Oké. Okay. Later in deze serie gaan we ook commands maken met zinnen. Dus dan moeten we dit doen in ieder geval. Oké. Okay. Va. Argument.
gelijk een message aan Rain van de eerste tutorial, dat was hier. En dan is het punt slice, tussen haakjes staat er dan 1, van nummer 1. Of ja, eigenlijk is dat de tweede nummer. Oké. Hier ga ik ook geen uitleg over geven, want dit weet ik niet. Dit weet ik niet. Laat dat duidelijk zijn. We gaan hier intypen try. En dan met die gekrulde haakjes doen we hier. Hierachter doen we... Catch. En dan doen we hier... Error. Als wanneer er een error is, gaan we dit doen. Ik weet het. Ik weet ondertussen wel wat dit is, maar niet wat het volgende is. Dus dan doen we een console log. En dan doen we nog eventueel een console log met de error erin. Oh, ik kan echt niet meer praten. Eventueel kunnen we ook een berichtje sturen wanneer iets fout is gegaan. Dus dan doen we await message. Punt reply. Heel goed zijn met het punt reply. Tussen haakjes. Dubbele quote. Er is iets misgelopen. Bijvoorbeeld. Oh, dat is al misgegaan. Ik heb misgelopen. Maar boeien. In de try gaan we het volgende zetten. Await. Comment. Data. Punt run. Tussen haakjes client, message en argument van hierboven. Want die staat dan op plaats zoveel. Hierachter schrijven we nog een punt, komma. Oké, nu gaan we bezig zijn met de files. Ja, oké. We gaan op nieuw folder klikken en die noemen we comments met een S en zonder hoofdletters. Hierin gaan we rechter muisknop doen op comments. Dat doen we, klikken we op nieuw file. Noemen we die hallo.js. Hallo.js. Sorry. We kunnen nu... een hallo-command maken, maar in een JavaScript-file. Die helemaal apart is, zoals ik ook aan het begin heb uitgelegd. Wanneer je geen commands meer wil, doe je gewoon de commands verwijderen. Oké. Hier typen we in module of module. En dan export.run is async van asynchrone functie. En dan tussen haakjes. Hier moet je mee opletten. Sommige mensen doen bot. Maar het belangrijkste is dat je je client doet. Want heel veel mensen typen je bot. Maar het is client. Client, message, args. Niet argumenten, maar args. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Nou, is met zo'n pijltje een lambda-expressie maken. Ja. Hier gaan we intypen wat onze ding is. Dan gaan we weer naar index.js. Ga je weer je command opzoeken. Hier staat jouw commando. Doe je hier ctrl-w. En doe je hier gewoon inplakken. Zo simpel is het. Ook, trouwens, deze command kan je gewoon weghalen. Die kan je gewoon weghalen. Ja, nu is die weg. Dat is ook goed zo. Ja, hierom, we moeten ook laten weten aan Discord welke command het is. Dus we typen hier module of module, .export.help, want we gaan een help menu maken. Nou, is gelijk aan gekrolde haakjes, dan hiertussen noemen we name. Oh, ben zo terug. Ben er weer. Oh ja, waar was ik met uitleggen? Wij nemen dubbele punt en dan dubbele quotes. Hier typen we in hallo. Oh, hallo. Dit wordt jouw commandnaam.
Dit wordt jouw commandnaam. Dus als je hier type test, dan moet je vraagteken test of je prefix 6 doen om dit te krijgen. Want dat hebben we aangezet. Dus we doen dit gewoon hallo. Okay. Als we dat hebben gedaan, kunnen we rechtermuisknop doen op index.js. Kunnen we open integrated terminal. En dan kunnen we hier intypen. Ja. Nee, we moeten nog wat anders installeren. En dat doen we met. Wat is mijn voorbereiding? Ik weet niet meer hoe het heet. Of hoe het moet. Ik ben hier niet al voorbereid. Ah, ja. We doen npm. I van init. Nee, I van installation. En dan min g. Dat is voor global. En dan typeer notemon. En klikken we op enter. En als het goed is, zal hij een programmetje maken. Die automatisch zorgt wanneer je DiscoBot opslaat. Dat je dan, dat die dan de DiscoBot heel de tijd refresh. Dus dat zal wel best wel handig zijn. Voor mij is dat totaal niet handig, want ik heb autosave op staan. Dus dan kijk ik heel de tijd zo'n ding in mijn integrated terminal. Is niet handig voor mij, misschien wel handig voor jullie. Nou, als jullie dit hebben geïnstalleerd, gaan we naar package.json. Daar staat hier test. Achter test doen we een comma. Doen we een spatie. Doen we hier dubbele quotes en dan start. Hier schrijven we achter note 1. En als het goed is, zal je dan nu werken. Dus als je doet. Doe maar even, ja. Als je nu doet npm start, dan zal het, als het goed is, werken. Ja, soms kan het even duren. Ja. Huh? Oké, we hebben wat fout gedaan. Oké, ik zal wel even kijken wat we fout hebben gedaan, want het kan zijn dat we iets fout hebben gedaan, ja. Wat dan weet ik niet. Gaat even snel kijken en controleren. Want het kan wel zijn dat we een fout hebben gemaakt. Ah, we hebben een fout gemaakt. Hier staat dat hij geen asynchroon vindt. Dus hierachter doen we achter de comma bij message create. Async van asynchrone functie. En dan message kan je gewoon zo laten. En dan, juist, dan kan je DiscoBot wel opstarten. Nou, dat kunnen we nu ook eens proberen. Met vraagteken, hallo. En dan krijgen we het. Nou, dit is heel simpel uitgelegd een comment handler. In de volgende video gaan we zorgen hoe we een... Hoe een mooi berichtje in als command kunnen maken. Nou, ik zie jullie weer tot de volgende video. Later!